terug naar. Je hebt nog 20, 30 jaar te leven, denk ik. Wat wil je nog? Wat zou jou, als je mag dromen, als die jonge jongen, maar je bent nu ook nog jong, je droomt nog steeds. Wat zou je bij leven willen meemaken of willen uitvinden? Of dat je zegt, ik ben er bijna, geef me nog 10 jaar en ik ben er. Ja, waar ik nog helemaal niet ben, maar waar ik nu al 30 jaar mee bezig ben, is te ontdekken waar de spiegelbeeldsymmetrie vandaan komt. Kijk, wij zijn mooi symmetrisch, jij ook, ik ook. Hè? Twee oren, twee ogen, twee handen. Maar binnen in je lichaam, al die belangrijke moleculen, je DNA, dat is een spiraal, je eiwitten, alle belangrijke moleculen bestaan uit één spiegelbeeldvorm. En dat is een handtekening voor leven. Anders zou leven op de aarde niet bestaan. Als je, er wordt heel veel gesproken over planeten en elders waar misschien leven is. Ik zou zeggen, kijk of daar spiegelbeeldsymmetrie voorkomt. Eén vorm. Links of rechts. Dat is een handtekening voor leven. Niemand weet waar het vandaan komt. En dat is een vraag die direct gaat over de oorsprong van leven. Waar komen wij vandaan? Hoe is dat ooit begonnen? Met simpele dode moleculen die levend geworden zijn. Of misschien was het de rechterhand van God. Dat zou ook kunnen. Nou ja, het is maar net wat je wil. Wat je maar wil als wetenschapper geloven. Is dat natuurlijk niet helemaal bevredigend. Nee. Dus dan wil je weten waar het vandaan komt. Hoe is dat leven ooit begonnen? Dus jij wil weten en waar als ik dat zou kunnen ontdekken. En we weten het echt niet. En niemand weet het. We hebben geen idee. Maak je hier. Is dit utopie? En inderdaad een antwoord op de vraag. Ja, dat kan ik natuurlijk nooit ontdekken. Maar dat zou ik willen. Of zeg je nee? Ik wandel naar deze. Het is wel best mogelijk. Want er zijn natuurlijk over de hele wereld onderzoeksgroepen bezig. Om te kijken hoe is dat voor de Darwin, de evolutie. Hoe is dat ooit begonnen? Hè, tot die eerste celletjes. Die dan een teken van leven vertonen. Ja, wij zijn bezig met experimenten in het laboratorium. Jongens en meisjes in mijn lab zijn bezig om te proberen iets te bedenken wat zichzelf kan repliceren, hè? Wat zichzelf kan vermenigvuldigen en wat bijvoorbeeld die spiegelbeeldsymmetrie zou kunnen verklaren. En we hebben nog steeds geen goed idee. Maar ik heb bijvoorbeeld aan professor Dijkgraaf, die hier ook wel eens zit, op de stoel waar jij nu zit, de hele simpele vraag gesteld. Wat was er 1 seconde voor de oerknal? En dan zegt hij, of professor Ieke, die zeggen dan, toen was er niks, want toen was er geen tijd. En dan denkt hij dat ik daar genoegen mee neem. Ja, ik weet het. Ik weet het. Dat is een hele lastige, want ik ben geen theoretisch natuurkundige. Nee, maar het is dezelfde slapeloze nacht eigenlijk, toch? Maar dit is ook een beetje van, wat was er nou, die eerste moleculen? Ja. We hadden zand, we hadden rotsen, er waren koolstofverbindingen. Maar wat heeft er nou voor gezorgd dat we die eerste moleculen kregen die ervoor zorgen dat ze samenkwamen en dan tezamen iets van een primitief levende cel vormen of zo? Dat is waanzinnig spannend. Ja, hoeveel procent van de dag besteed je aan dit onderwerp? Nou, niet zo heel veel tijd natuurlijk. Dus dat wordt niks, omdat ik ook college moet geven. En college Maar nu ben je in Amerika in een heel chic college toegetreden. Dat is uiteraard De National Academy, Het resultaat van je Nobelprijs. Dat zijn natuurlijk alleen maar collega's op dat niveau. Wat ga je daar betekenen? Nou, dat is natuurlijk een enorme eer. Hè. Moet je voorstellen, als buitenlander, dat gebeurt niet vaak, dat jij lid wordt gekozen tot de National Academy in Washington. Hè. En tegelijkertijd in Peking tot die Academy of Science. Ja. Nou, wetenschappers gaan geen over... Geen vrienden, hè? Precies. Daar worden barrières op geworpen. Maar wetenschappers gaan over grenzen heen. Dat is onze missie, hè? Met de studenten juist over grenzen heen gaan. Dus wij slechten grenzen. Dus dit biedt natuurlijk ook uitgelegen mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Zowel in Washington als in Peking, hopelijk. Via het wetenschappelijk circuit en al die coryfeeën die in zo'n academie zitten. Want er wordt ons ook gevraagd om advies uit te brengen aan de regering. Dat doet onze Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap natuurlijk ook. Mm-hmm. Die moet onze regering advies geven over allerlei problematiek. En op die manier kun je misschien over die grenzen heen mensen bij elkaar brengen en zo. En jonge mensen opleiden. Kijk, wetenschappers die geven niet om grenzen. Hè. Wij hebben onze vrienden en onze samenwerking over de hele wereld. Mm-hmm. Dat is het mooie van wetenschap. Maar komt vrede op aarde dan iets dichterbij dat jij nu in die academy zit daar, of niet? Nou, dat weet ik niet. Dat is een beetje hoog gegrepen misschien. Maar laten we hoog reiken. Je kunt je stem laten horen. Mm-hmm. En tezamen met je collega wetenschappers, die denk ik ongeveer erover denken als ik ook. En met onze collega's in China en zo. Proberen een handreiking te geven van hoe we naar de toekomst toe moeten. Ja, moet je daar natuurlijk heen? Ben je weer even niet op je eigen laboratorium? Ja. Dat wordt bevolkt toen je die prijs won. Was deze hele site, deze F-site, zou ik maar zeggen, waartoe jouw studenten? Ja, daar zaten al mijn studenten en zo. En mijn promovendi en medewerkers en zo. En die zijn in het laboratorium, ook als ik er niet ben, dan zijn ze natuurlijk met hele spannende dingen bezig. Maar laten we daar dan mee eindigen, met waar je nu mee bezig bent. Dat geeft altijd weer hoop. We begrijpen vaak net niet alles, maar dat is ook niet erg. Het ging toen om een autootje. Dit is mijn jeugdjournaalversie. Ja. Het autootje, het motortje ging het lichaam in naar de plek waar de kwaal zat, of de tumor, of weet ik wat. En daar werd het medicijn gedropt. Ja, dat is een toekomstdroom. Ja. We hebben een nano-autootje gebouwd.
Dus je moet je voorstellen, een motortje. Ten eerste hebben we een motortje gebouwd. Daar heb ik de Nobelprijs voor gekregen. Een motortje, hier zie je hem draaien. 1 miljardste meter groot. 1 miljardste meter groot. Het kleinste motortje wat op deze wereld bestaat, voor zover. In je lichaam zit vol met motortjes. Hè? Die zorgen ervoor dat wij kunnen praten. Dat ik, hier zie je. Dit is een van de mooiste motors. Je denkt dat in Max Verstappen zijn auto een mooie motor zit. Dit is een veel mooiere motor. Ja. Miljarden van die motortjes zitten in je lichaam. Je ziet hem ronddraaien. Die zorgt ervoor dat die brandstof in je lichaam gemaakt wordt. Weet je hoeveel? De helft van je lichaamsgewicht elke dag. Elke dag de helft van je lichaamsgewicht aan brandstof door deze motor. Wij hebben zo'n nano-autootje gebouwd en daar hopen we in de toekomst iets mee te kunnen transporteren. Bijvoorbeeld een nano-autootje of een robotje die een medicijn aflevert of zo. Ja. Dat is een beetje science fiction, maar daar zijn we wel degelijk mee bezig. Zodat je niet bijvoorbeeld de bijwerkingen van sommige medicijnen ben je kwijt? Ja, dat je dat veel preciezer zou kunnen doen. Maar wat we nu ontdekt hebben het afgelopen jaar, daar zijn we ook wel heel trots op. We hebben een kunstspiertje voor het eerst gemaakt. Dus je moet je voorstellen, die motortjes, die hebben we allemaal in het gelid gezet. Ja, in water, dat was nog een hele grote truc, hè, om dat in water voor elkaar te krijgen. Ze staan allemaal in het gelid en dan werken ze allemaal samen. En een paar van die nanomotortjes en dan versterken ze elkaar een miljard keer. En dan hebben we een centimeter lang spiertje en die kan dus een stukje papier optillen. Een soort kunstspiertje. Dus je moet je voorstellen, je zit in de arena hier in het stadion. Een paar van die motortjes, een paar van die fans, die bewegen één kant op. En dan gaan ze allemaal mee en dan versterken ze dat het hele stadion rondgaat. Zo gaat dat met die spiertjes van ons ook. En we kunnen dus nu iets een miljard keer versterken en een stukje papier optillen. En dat biedt dus de mogelijkheid om robotjes in de toekomst te maken die dit soort dingen misschien kunnen.